Bij de diagnose kanker, dat hadden we bij Natasja natuurlijk ook. Dat is het eerste wat je denkt, ik ga dood. Maar wanneer? Ja, dat weet niemand. Dus probeer in die tijd die daartussen zit, ja, probeer daarin zoveel mogelijk van je leven te maken. Natasja is onze oudste dochter. En die is in 1999, kreeg zij de diagnose darmkanker. Ze was toen 22. Het is uitgezaaid, het is over. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. En dat is gewoon bizar. Ze heeft nog 2,5 jaar geleefd. We moesten allerlei operaties ondergaan. Ze is er toen zelf wel heel dapper mee omgegaan, vond ik zelf. Want als ze van de chemo afkwam, dan ging ze gelijk weer hier het centrum in, de kroeg in en dan lekker feesten. Want dat is wat ze wilde. Maar een jong kind, ik bedoel, je wil leven. En dat heeft ze laten zien, tot op het laatst. In 2011 hoorde ik dat ik prostaatkanker had. En het is wat je dan vraagt, dat vroeg Natasja toen ook, van ja, hoe lang heb ik dan nog? Ja, tussen een half jaar, anderhalf jaar, hooguit. Ik was toen 56. En dan dacht ik, mijn god, wat is dit? Dus je bent gelijk van de wereld. Je bent echt van de wereld. Ja. Mijn relatie met Johan is ontstaan toen hij mij een aantal jaar geleden benaderde of ik voor een benefietconcert mee wilde doen hier in het theater met mijn bandje Shifting Daylight. Dat heb ik toen gelijk ja op gezegd, omdat ik heb mijn beide ouders verloren aan kanker. Dus ik voel me ook nauw betrokken bij het KWF en bij Alptus. En toen hebben we hier gespeeld en daar raakten we aan de praat over van alles en nog wat. Natuurlijk ook over zijn ziekte en daar is een hele goede band uit ontstaan. Johan heeft tot het echt niet meer ging al zijn energie gestoken in het theater De Twee Hondjes, in programmeren, in daar de directeur zijn. Het theater is een ontsnapping. Mensen gaan naar het theater om te ontspannen, om even te ontsnappen aan de realiteit. En ik denk dat dat voor Johan ook heel lang iets is geweest wat hij in theater kon doen. Nou, in eerste instantie had ik echt iets van een partner verloren en een kind verloren aan kanker. Ik maak me niet meer druk. Laat maar, het hoeft voor mij gewoon niet meer, want ik heb geen energie meer. Je moet eerst die put aanraken en dan weer omhoog zien te kruipen en dan het licht weer een beetje te zien. Ze is er nog steeds elke dag. We vieren haar verjaardag en we herinneren haar sterfdag. Ze is constant bij ons. Ze is nooit weg. Mijn lampion brandt voor mijn overleden dochter Natasja. Ondanks het feit dat ze heel erg ziek is geweest, heeft zij het leven ten volle geleefd. En daar neem ik nu een voorbeeld aan. Mijn lampion brandt voor Johan. Voor mij een symbool van een strijder met een ongelooflijk levenhart die over zijn eigen schaduw heen met een onwaarschijnlijke positieve instelling en een liefdevol karakter de wereld probeert iets beter te maken.